Brouwerij Sint-Josef uit Bree staat aan de drempel van een belangrijk exportcontract. Dat is goed nieuws, omdat in de thuismarkt het bierverbruik stagneert. Wij kunnen nu al mededelen dat we eigenlijk voor Italië al een goede overeenkomst gesloten hebben, waardoor dat we eigenlijk een volledige dekking gaan krijgen in Italië. Ook samen met een familiale lokale of familiale bierhandelaar in Italië. Met als gevolg dat wij hopen dat wij onze omzet nog een beetje kunnen laten groeien, ook in 2014. De omzet van Brouwerij Sint-Josef zal dit jaar met 7% stijgen ten opzichte van vorig jaar. Met name dankzij export, maar ook dankzij de retail, versta de gewone winkelrekken. Wij stellen dus vast dat eigenlijk 2013 toch wel een beetje een kantelmoment of een kanteljaar is geweest. Mede door het feit dat de horecaverbruiken steeds maar dalen, pikken wij nu ook meer en meer in op het retailverhaal, het thuisverbruik, waar dat eigenlijk onze bier- en streekproducten enorm aanwezig raken. En ook mede dankzij het behalen van zulke medailles, gelijk onze brons medal op de Brussels Beer Challenge, dat nogmaals benadrukken en die retailers aanzetten van streekproducten, kwaliteitsproducten in te leggen. En dat is voor ons zeker een belangrijk gebeuren. Jeff Cornelissen verwijst naar de internationaal gewaardeerde Brusselse Beer Challenge dat afgelopen weekend plaatsvond en waar de Sint-Gumarus dubbel van Brouwerij Sint-Josef nog de bronzen medaille won. Oh, zeg Gunther. We zullen eens proeven. Ja. We zullen eens klinken op onze gouden medaille op de Boldriaan. Alsjeblieft. Hopla. Op het hoogste ereschavot van diezelfde Beer Challenge staat de Boldriaan van Luc van Esch. Dat de Boldriaan zich in deze eregalerij mag vestigen, daar wordt vandaag nog op geklonken. De officiële lancering van het streekbier staat immers pas voor komend weekend op het programma, tijdens het weekend van de Limburgse biervrienden in Hasselt. Op uw gezondheid. Cheers. In dit verhaal kan je mij zien als een bierfirma. Dus een bierfirma is een firma die bieren op maat laat maken door een brouwerij en die dan zelf commercialiseert. We zitten hier in Boulderberg in Heusden-Zolder en daar was nog geen specifiek bier voor. Een streekenbier, als ik het zo mag noemen. Dat bier hebben we dus eigenlijk volledig gecreëerd met een verhaal wat past in Boulderberg. De smaken die we daaraan toegevoegd hebben zijn een beetje mysterieus. We hebben eigenlijk in het bier saffraan en vanille toegevoegd, wat eigenlijk het mystieke aan het bier geeft en wat waarschijnlijk ook bijgedragen heeft tot de goede smaak. Cheers. Ondernemer Van Esch plant na dit succes een eigen pub brewery te starten naast het eigen café De Bierkaai in Heusden-Zolder.